Onder een hete zon met temperaturen boven de 30 graden werd er op woensdagmiddag 20 juli naast de Clementschool in Hulsel een pandaveldje gemaakt. Wij zijn van de vereniging VDZDEPK. De vereniging van vrijwilligers die zorgen dat er pandaveldjes komen. Maar hier in Hulsel is echt een prachtig pannaveld gerealiseerd. Maar geen overrijmen. Ze hebben het goed gepresteerd, hè? Oh. Ja, en zeker in deze kleine gat, hè? Oh, Mark, dat was niet gelukt zonder de inzet van dat kleine manneke. Oh, kijk, dat is het. Mr. Tjeu. Oh, werk onder. Hij regelde vrijwilligers. Belde naar de gemeente, koos kunstgras van de beste kwaliteit. Ik vroeg aan meester Tjeu, wie is er op het idee gekomen? Het pannenveldje is eigenlijk op initiatief van de ouderaad gekomen. Die kwamen met de eerste vraag van, is het niet mogelijk om ook een pannenveldje te realiseren, zoals de Lage Mieren was. En toen dacht meester Tjeu, dat is iets voor mij. Ja, toen dacht ik, nou dat project dat nemen we op. En het belangrijkste punt is even de grond, want op de speelplaats was het veel te klein. En toen kwamen we hier dus op de gemeentegrond terecht, op het grasveldje. En dan het tweede punt is natuurlijk het geld. Hè? We moesten geld. Waar is daarvoor gedaan? Flessenactie hebben we gehad. We hebben kerstkransjes verkocht. We hebben sponsoren gezocht. Ze zijn rondgegaan langs de deur, weet ik, om te collecteren. We hebben uiteraard het coöperatiefonds van de Rabobank hebben wij meegedaan. Hebben subsidie van gehad. En de voetbalclub heeft nog gesponsord. Dus op die manier. En de dorpsraad komt met geld. En de ouderaad nog. Dus, het is een hele lijst. Een hele lijst, ja. Alle kinderen van de basisschool kregen een snoepje. En dat werd de aanleiding van de opening van het pannaveldje. Wie heeft het rode snoepje? Heb jij een rode snoepje? Nou, kom maar eens hier. Dan mag jij. Kapot. Jij geeft niks. Ja, goed zo. Oké, dankjewel Alice. Maar we zijn nog langer niet klaar, want een voetbalveldje is om te voetballen. En nu heb ik twee kinderen gevraagd die echt, moet ik eerlijk zeggen, iedere keer als er iets te doen was bij een of andere actie, een flessenactie of bij het voetbalveld, gingen ze rond met een doos enzovoorts. En we hebben het over Ajax en PSV. En dan werd het tijd om het veldje een naam te geven. En die eer kreeg meester Tjeu. Meester Tjeuveldje ligt hier nou. Ja, dat was ook heel erg verrast, want had ik dus, het was niet de bedoeling dat het zo zou zijn. Meester Tjeu werd ook nog in het zonnetje gezet, omdat hij met pensioen gaat. Ik zag toevallig een blad liggen bij meester Roy in de klas. Meester Tjeu, verrast? Ja, heel erg verrast, want ik had afgesproken dat ze niks zouden doen. En toch? Dat wilde ik eigenlijk helemaal niet. Ik had gezegd, de opening van het pannenveld, dat was de eerste prioriteit. En dan gaan ze dit toneelstuk nog bij maken. Na afloop kreeg ieder kind een ijsje. Maar wel snel opeten met deze temperatuur.